Ik ben hier in Selisovtje. Hier achter mij is het huis waar Sjoerd les gaf aan de dochters Esterhazy. In 1818 en 1824. Hij was er twee keer. Het is een behoorlijke reis hier naartoe. Ik kan me voorstellen dat als je dat met een koets doet, dat je er wel een paar dagen over doet. Het is zuiden van Slowakije. Het is hier enorm afgelegen. Stil en wijd. En er is weer niemand te zien hier. Er worden wel concerten gegeven, zo te zien.